Masked time! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag 4 mei. Gisteren heb ik het boek Liefde en Gelato uitgelezen. Dus dat betekent dat ik daar vandaag een review van ga schrijven. Mijn kalenderbriefje van vandaag heb ik al omgescheurd. Het is wel een hele hoop meer dan mijn. Het is deze. Het is een print van meisjes die aan het synchroon zwemmen zijn. Met mijn verjaardagskalender moet ik nu. Maar mijn verjaardagskalender moet ik nog omdraaien. Eén vrijdag is super belangrijk deze maand. Namelijk op 12 mei ben ik jarig. Mijn zusje de dag erna. Of twee dagen erna. Dat betekent dat ik nu over 7 dagen gewoon in Parijs zit. We zijn vandaag zaterdag. Ik ga naar de kringloop om dingetjes te halen voor mijn nieuwe appartementje. Vandaag had ik niet zo'n productief dagje. Ik heb vooral in de tuin gewerkt. Maar om het productief af te sluiten ga ik nog proberen om een boekreview te schrijven. Om misschien nog een paar artikels te controleren en de foto's te maken. Dus hopelijk toch nog een productief einde van deze dag. Ja, maar alsof het ook hypocriet is als jij dan, zeg maar, alleen omdat je ervoor kiest om vegetarisch te... Net de Sims gespeeld, niet voor een video, gewoon zomaar. Nu ga ik mijn waterfles gaan bijvullen, zodat ik nog iets kan drinken. En ga ik even naar beneden, heel eventjes. En dan kom ik terug naar boven. Want het is tijd voor een nieuw boek en ik weet al welk boek ik ga lezen. Ik ga het even tonen aan jullie. Mijn blogbericht kan trouwens niet meer geschreven. Ik ga dit boek nu lezen. Herboren. Het is gewoon weer een thuisboek, net zoals mijn vorige boek gebroken. En ik ga ook even mijn iPad meedoen naar boven, want hij is plat. Hey, nu tijdens de maand mei plastic vrij is er een actie rond kraantjeswater. En ik zei het niet om trending te zijn ofzo, want het is natuurlijk ook wel redelijk hard on topic op dit moment. Maar ik drink echt... altijd kraantjeswater. Ik drink bijna nooit flessenwater. Alleen op restaurant of zo. Als er water is en er staat niet op de kaart of op de kaart meteen kraantjeswater, dan kies ik voor gewoon flessenwater. Maar verder vind ik gewoon kraantjeswater echt heel erg lekker. Ik drink meestal in mijn Maypal fles. Het is nog een situatie waarin ik bijna nooit kraantjeswater drink. En dat is op vakantie. Omdat op een of andere reden het water op vakantie echt heel raar smaakt altijd. En daardoor ben ik er dan niet altijd evenveel van. Maar ik drink eigenlijk ook niet zo heel veel flessen water op vakantie. Dan drink ik meestal... sinaasappelsap of melk dronk ik vroeger ook heel veel op vakantie. Maar thuis altijd kraantjeswater. Op mijn werk ook altijd kraantjeswater. En op mijn werk hebben we zo mega fantastische glazen flessen van de provincie. Waar dat echt handig mee is om kraantjeswater te drinken. Dan heb ik zo'n fles naast me staan. Zo'n literfles en een glas. En dan is het gewoon echt mega fijn om kraantjeswater te drinken, zo. Ben ik er scherp? Ja. En verder, altijd in mijn Maplefles. Ik heb deze Maplefles ooit gekregen voor blogger. En ik gebruik hem echt nog quasi bijna elke dag. En elke keer als ik water drink, is het uit die fles. Ik neem die fles ook altijd mee naar de sportschool. Om hem daar dan bij te vullen. Want in de sportschool hebben we nog zo'n super stomme
watermachine met allemaal van die plastic bekers. En ik vul daar altijd mijn fles aan. Je hebt wel veel verschillende smaken in kraantjes water, vind ik. Ik vind dat op me echt lekkerder dan thuis. Maar dan thuis weer lekkerder dan op vakantie enzovoort. En even een polletje. Wat drinken jullie meestal? Flessenwater of kraantjeswater? En een paar dagen geleden heb ik bijna al deze kastjes leeggehaald. Maar er zit wel nog één beautyproduct in. En dat is dit masker. Dit is een klein masker van de Kruidvat Originals lijn. En ik heb zo'n borsteltje gekocht op AliExpress om dat aan te brengen. Dus dat gaan we nu doen. Terwijl ik een boek lees, mag dat dan drogen. Zo'n masker laat je ongeveer een kwartiertje zitten. Even een super leuke overgang. Tadaa!